Onze inregelspecialist John Visser staat vandaag bij de vloerverwarmingsverdeler van een lage temperatuursysteem. Wat ik in deze aflevering laat zien is hoe een lage temperatuurverdeler werkt. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben de cv-ketel. Die pomp die pompt het warme water rechtstreeks je vloer in. Dus hij stroomt nu met 35 graden je vloer in. Hij komt ongeveer met 30 graden terug afhankelijk van de vloertemperatuur. En de maximale aanvoertemperatuur in dit geval is 40 graden. Dus hoe warmer de vloer wordt, hoe hoger die aanvoertemperatuur oploopt. Daarna hebben we nog de bietmeters op elke groep zitten, zodat je in kan stellen hoeveel water er per groep naar binnen stroomt. De ene groep heeft 1 liter per minuut nodig en de volgende misschien 3 liter per minuut. Daarna wordt het onderverdeeld straks in 2 zones, de zone woonkamer en de zone berging. En de woonkamer moet 21 graden zijn en de berging 16 graden. Heb je dus geen zones, dan heb je kans dat de berging veel te warm wordt. Dan zijn we weer zonde van de energie. Dus vandaar de 2 zones.